December 2014 gaan we naar de nieuwe Katrijnstal. Dat is een nieuwe staltype, het eerste type Katrijn die in Nederland gebouwd wordt. Belangrijk aan de Katrijnstal vind ik dierwelzijn, milieu. Daarnaast is het energie-neutraal. En we willen graag de landschappelijke inpasbaarheid van de stal laten zien dat het kan. In een natuurlandschap, maar ook in een open landschap. Deze plek is sowieso al uniek, omdat het midden in de natuur ligt, aan de rand van de Loonse Drunense Duin. Dat is al een nationaal natuurmonument. En daarvoor, om daar zo'n unieke stal neer te zetten als Katrijn, heb je eigenlijk alle partners in de omgeving nodig. Je kunt niet om de overheid heen, dat is een belangrijke speler, maar je kunt ook niet om je omgeving heen. Je moet ook laten zien wat je wil doen. En de mensen kunnen straks ook gewoon vrij komen kijken in de stal. Gewoon open en transparant produceren van melk. Als je het goed uitlegt, valt ons op, al ook in dit project waar we die participatierondes al gehad hebben, dat de burgers erg enthousiast zijn als er maar transparantie is, openheid en een eerlijk verhaal. Het is ook hetgeen wat Brabant wil in zijn zorgvuldigheidsscholen. Dus het past dan ook naadloos bij elkaar, de Katrijn en de participatie. Dus we winnen op meerdere fronten en boeren gaan dat steeds meer herkennen en zullen we gaan kiezen voor dit staltype. Daar zijn we van overtuigd. Ja, het Katrijnstal is echt iets wat al jaren in mijn hoofd zit, zeg maar, zoals ik melkkoeien zou willen houden. Zeg maar. En dat gaat nou gebeuren.